De expositie De Jonge Rembrandt liet de afgelopen maanden de ontwikkeling van Rembrandt als jonge schilder in Leiden zien. De unieke tentoonstelling trok 55.000 bezoekers en dat is veel. Maar zonder een extra toeslag van 7,50 op een regulier kaartje zou een relatief klein museum als de Lakenhal niet uit de kosten zijn gekomen. Iemand heeft net bij ons uitgerekend dat van die 55.000 bezoekers dat de tentoonstelling €22 per bezoeker heeft gekost. En dat is eigenlijk te veel. En dat komt met name door de hoge verzekeringskosten. Want hoe hoog waren die? Die waren bijna 3 ton. Dat is een kwart van onze begroting. En dus stelt het museum nu de knopen. Want voor dat geld kun je heel veel andere leuke dingen doen. Knol kreeg veel reacties uit de museumwereld op haar stuk in het NRC. Kijk, mijn artikel heeft echt wel een snaar geraakt, omdat er zoveel mensen daarmee worstelen. Die staan voor dezelfde problemen. Die moeten ook hun aandacht en hun geld en hun tijd verdelen over of hele dure tentoonstellingen waar ze enorme inspanningen voor moeten doen. Of gewoon meer aandacht geven aan de basis van waar ze eigenlijk voor zijn. Dit soort dure publiekstrekkers zullen we in de toekomst dus niet meer zien in de Lakenhal.